We hebben een gesprek met Erwin Nijenbanning, verantwoordelijk wethouder voor de brug. En die zal ons uitleggen wat er aan de hand is met die brug. Goed, ja, we staan hier aan de Mooie Regge bij de brug aan de Kerkstraat. En zoals ik al aangaf, er is iets aan de hand met de brug. In 2020 hebben wij alle bruggen geïnspecteerd. Dat was een visuele inspectie. Dan kijken we gewoon, is er iets mis, gaat er iets fout? Daar kwam uit dat de brug aan de Kerkstraat, dat daar wel iets aan de hand was. En daarom hebben we besloten om in 2021 om een uitgebreidere inspectie te doen. Dus ook om te kijken van wat speelt zich af aan de binnenkant van die brug. En daar kwam dus uit dat dat gedeelte waar het brugdek op ligt, dat het is aangetast. En dat maakt dat we nu maatregelen hebben genomen. In eerste instantie moeten we de veiligheid voor deze brug nog garanderen. En hebben gezegd, nou, dan kan er maximaal een aslast van 15 ton... Een vrachtwagen maximaal 15 ton mag er nog overheen en de rest van het verkeer dat zal moeten omrijden. En dat betekent dat de brandweer ook moet omrijden? De brandweer moet ook omrijden. Eén wagen van de brandweer kan er niet overheen en de andere wagens kunnen er wel overheen. Maar wat is er nou precies aan de hand? Want je kunt er niks van zien, hè? Nee, je kunt er inderdaad niks aan zien en daarom in 2020 was ik een visuele inspectie. Dus we hebben besloten om een aanvullende inspectie te doen. En dan gaan ze ook echt met röntgenapparatuur kijken van wat is er aan de hand. Het is allemaal gewapend beton. En als dat begint te roesten van binnenuit, dan krijg je corrosie van het beton. En dan moet je echt maatregelen gaan nemen. Dan wordt de draagkracht van de brug dusdanig verminderd dat je de aslast moet gaan beperken. En wat had je dan aan onderhoud kunnen doen dat het niet zou gebeuren? Ja, aan onderhoud kun je eigenlijk niks doen aan de binnenkant. Wat je wel doet, dat is aan de buitenkant, dat zijn de conserveringswerkzaamheden. Zodat je geen zout en dat soort toestanden dat binnenspoelt en het ijs eraan tast. Dus aan de buitenkant kun je heel veel doen en dat doen we ook elk jaar. Maar aan de binnenkant, ja, daar kun je niks aan doen. En dat betekent gewoon na 50, 60 jaar dat die brug aan vervanging toe is. Okay, en daarom ga je hem ook vervangen? Daarom gaan we hem vervangen inderdaad. Want we hebben ook gekeken van, is reparatie mogelijk? Nou, de kosten van reparatie waren dermate hoog dat we zeiden van ja, dan kunnen we beter een nieuwe brug aanleggen die weer 70 jaar lang mee kan. Hoe is het met de overige bruggen in gemeente Hellendoorn? Uit de inspectie is gekomen dat van de drie bruggen alleen de brug aan de Kerkstraat dusdanig was dat die vervangen moest worden of gerepareerd moest worden. Bij de andere bruggen hoeven we nog geen maatregelen te nemen, dus die staan er op zich goed voor. Okay. Dankjewel.